Erwin, ja. Bijzonder serieuze dingen des levens. Je hebt nog een bijzonder project. Ja. En, met een vriend van je. Die, ja. Neem aan dat jullie vrienden zijn. Ja. Heb ik maar even aangenomen. Ja. Danny is een vriend van mij, maar Frank is ook... Ja. Frank, je hebt een tamelijk dramatisch verhaal. Wil je het verhaal doen of zeg je nou... Ja, nou, heel in het kort. 8 jaar geleden is onze dochter Sterre overleden. Op 8-jarige leeftijd aan leukemie. Mm-hmm. Ik had samen met haar een verhaal gemaakt en dat kwam ik pas later tegen op mijn laptop, een jaar later. En daar is een... Wat voor verhaal was dat? Ja, een avonturenverhaaltje hadden we samen gemaakt. We lazen elke avond voor en zij was heel erg talig. En toen zeiden we op een avond, goh, waarom zullen we niet zelf eens iets bedenken? Mm-hmm. En dat hebben we gedaan. En dat is een verhaaltje geworden met de 11 hoofdstukjes. Is niet afgekomen. Nee. Maar uiteindelijk heb ik er een boekje van gemaakt en kinderen kunnen dat zelf afmaken. Oké. Okay. Ik heb het boekje hier, maar wat heeft die Erwin hier mee te maken? Nou, doordat het boekje, er ging plotseling heel veel verkopen, kwam in de belangstelling. Ik kwam op radio, tv, met name lokaal, regionaal. Mm-hmm. En een meisje, een student uit onze woonplaats, die zag een documentaire over mij terug en plotseling... stuurde zij via Facebook een nummer naar mij toe die gemaakt was over mij en mijn dochter. En ja. Ik was volledig complex. Ja, wat is dit? Ja. En na een week kwam ik weer tot bezinnen en dacht ik, er moet hier iets mee gebeuren. Dit moet opgenomen worden. En ik ken een aantal mensen inmiddels in de showbiz, dat is Erwin. En doordat Bert Visser in Groningen, in het ziekenhuis waar we waren, Sterre heeft ontmoet. Ja. En Bert een verhaal over haar heeft gemaakt, kennen we hem ook. En ik heb Bert gevraagd, kun jij iets voor me doen? Ik wil graag dat het nummer opgenomen wordt. En hij belde een dag later en hij zei, ik heb Reinoud Douma, mijn componist, arrangeur, bereid gevonden om mee te helpen. En in combinatie met Erwin, Reinoud Douma en met de hulp van Bert Visser is dit nummer officieel opgenomen. En het is het nummer van Rosalie Meijer. En het is zo'n fantastisch nummer geworden. Ik had ook wel heel raar gevonden als jij gezegd had, verschrikkelijk nummer geworden. Zullen we het dan maar draaien ook dan? Nou, dat zou geweldig zijn. Dankjewel. Doen we. Dank voor je verhaal ook. Too young to understand what all this sadness is about. Too young, I hope, to feel the pain. See the twinkle in your eyes, it meant so much to everyone. They'd give more than a million to see those again. And although the storms may come, and although the rain will fall, I see the bright, make the most out of my night. I see the stars and now you're safe with them. You are the light that is my guide, that leads me the way. So much adventures would have laid ahead of you. And as we go on without you, but with the lessons that you taught us, we smile. And although the sun goes down and the night may pour, see the stars, and now you're one of them. You shine so bright, you make the most out of my night. I see the stars, and now you're safe with them. You are the light that is my guide, that leads me.
never decor, hè, waar je dit nu in beleeft. Ja, maakt niet uit, maar nee, het is geweldig. De humor van sterren, denk ik. Ja.